Leuk dat je weer een kijkje komt nemen in het leven van Rachel. In deze aflevering kijk je exclusief mee bij de making-of van Rachels nieuwe videoclip Bad Ringtone. En daar komt een heleboel bij kijken. En heeft Rachel ook zelf de camera in de hand genomen als ze onder andere op bezoek gaat bij Ralph Makkenbach. Hier doet Rachel een van de laatste repetities voor Bad Ringtone met haar dansers. En worden de dames nog mooier gemaakt dan zal zijn. Naast de dansers en technici komen er ook een heleboel figuranten aan bod in die video. En zoals het hoort bij een echte artiest, krijgt iedereen een hand. Hi Rachel. Jullie zijn wel allemaal, ik had je ouder dan mij. Maar ik ben 15. Ik ben ook 15. Ik ben een jurist. Jongens, ik voel me 12. Oké, dan. Zeg even, ik ben bijna 16. Ik ben ook bijna 16. Ik stop dit met een foto. Dus, oh ja, dat is nog een half foto. Oh, ik vind het leuk. Top. Ik vind het bed. Nice. Ja. Ik wil zeggen dat ik echt een deur ben op je haar. Oh, dankjewel. En ik heb foto's straks op school gezet. Waarom wil je überhaupt mee? Ik snap het niet. Ah, waarom zou je tot zo lang op school bij dus? Ja, we zaten er altijd half vijf. Moet je nou eens luisteren. Ik ben gewoon om 1:30 was ik uit. En dan ga ik gewoon voor mijn plezier naar een andere school om hier gewoon tot 9 uur mijn tijd te krijgen. Ik was ook om 2 uur aan. Tot 9 uur? Ja, ja tot 9 uur. Nee, want het laatste uur heb ik alleen maar in de mail gegeven. Ik heb het gezegd. Oh ja. En terwijl in het andere lokaal druk geoefend wordt, maakt Rachel op aanwijzing van de regisseur de eerste opnamen. Nou, hetzelfde bier, ik kan het boekje opbouwen. I like you. En daar. Gaat die aan? Nee, dat was een goed show, dat was beter. Het ligt ook niet aan. Nee. Ja, kan niet. Oké, doe maar. En terug die foto's verleggen. Yes. Oké, nog een keertje. En doen we gelijk achter elkaar. En... Zet jij me van? Ja, kijk heel geïrriteerd. Ja, die was heel goed. Oké, die erop. En dan wordt er een kopje weer tegen je aangegooid. Oh, weer? Weer? Ja. Maar dan, als jij denkt dat het van hem is, hè? Kan je niet gewoon een sms'je sturen? Nou, zoveel pijn doet een propje toch ook weer niet, Rachel? En tussendoor wordt Rachel het vuur aan de schenen gelegd in een interview met de Kids Top 20. Met een pittige vraag over Rachels ideale vriendje. Ja, ook dat hoort bij het vak van artiest. Dat vond ik heel erg leuk. En toen ben ik op zangles gegaan. En ja, vanuit daar is het eigenlijk gekomen. Toen leerde ik techniek en alles wat erbij komt kijken. En zo ben ik eigenlijk beter geworden in zingen, denk ik. Oké. Hoe zou je ideaal kunstenaar doen? Goeie vraag. Oké, waar is de les? Ja, hoe moet mijn ideale kunstenaar eruit zien? Nou, perfect voorbeeld. James Smith, hij is kind. Maar... Ik ben echt zo'n typisch meisje die zegt van ja, dat is helemaal mijn type. En dan vervolgens val ik op een of andere jongen. En die ziet er helemaal niet uit als Jaden Smith, maar maakt niet uit. Zolang hij maar aardig is, ja, ik zou lief. Ja, en
lap. En tijdens het interview van Rachel dansen de danseressen de benen al uit hun lijf voor de videoclip. Ja, heel gaaf. En wat gebeurt hier? Boulevard, shownieuws, opgelet. Dit is de nieuwe vriend van Rachel. Alleen voor in de videoclip dan, hè? Dachten jullie even een primeurtje te hebben? Dat ziet er al goed uit. En de tekst zit er lekker in. Zo benieuwd hoe dit er allemaal uit gaat zien in de echte videoclip. Maar daarvoor moet je nog even geduld hebben. Na de videoclipopname op weg naar een goede Junior Songfestival vriend. En dit heeft Rachel helemaal zelf gefilmd. We zijn benieuwd. En we zijn hier vandaag in de studio om een nieuwe track van mij op te nemen. En dat doe ik niet alleen, dat is samen met Ralf. Hey, ik heb samen met een andere gast, die ga je zo zien, de track geproduceerd. En we zijn hem eigenlijk helemaal aan het uitwerken in de studio vandaag. Zanglijnen, tekstueel. Ja, dat wil ik wel eens inzingen, of niet? Ja, klopt. En Hij is vooral Duits aan het leren. Ja, precies. Ik ook Duits leren. Ik ga nog naar school en zo, weet je wel. Ik niet. Alleen over ik, dus over jou gesproken. Ja. Ik ben Paris, de medeproducent met Ralf voor een nieuwe track van Rachel vandaag in mijn studio. Dit is mijn studio. Laat even zien. Wow! Ik maak heel vaak samen muziek met hem onder een pseudoniem genaamd Santomani. Heel cool. En deze track hebben we voor Rachel gemaakt. Hallo Rachel, hallo. Je bent aan het filmen. Waar zijn we nu beland? Van de Efteling met allemaal schaatsende kids en kerstboom. Awesome! En dus van de Efteling naar België. Er moet heel wat worden afgereisd. Ik vind het echt super tof. Er staat hier ook echt ongelooflijk veel mensen. En er komt ook iets van een iets van een ridder steekspel iets aan. En ik weet niet wat het moet voorstellen, maar ik ga het wel voor jullie filmen. Een riddersteekspel. Ik zou maar een veiliger plekje opzoeken. Want je hebt je tijd hard nodig de komende periode met de videoclip en de cd-opname. Waar ben je nu eigenlijk? Ik ben aan het drinken nu. En we willen graag ook eten. Oh, en Shannon is er ook bij. Hallo. Cheers. Weet je? Schiet op. Weet je, hier in Brussel ziet hij ziet er zo uit. Je mag geen reclame maken. Kijk hoe gaar. Oh, kijk maar. Kijk hoe gaar. En dit was alweer de vijfde aflevering van Rachel's World. Volgende week in Rachel's World. Betrapt. Wat doen Rachel en Ralf samen in de Efteling? En onze diva presenteert haar radioshow.